Marcel van Roosmalen, jij bent de meester van de reportage. Dat vinden wij. Je bestudeert al tientallen jaren allerlei subculturen. Dus bijeenkomsten van verenigingen, vertegenwoordigers. Daar ben jij heel goed in. Je hebt een open blik en je kijkt wat er gebeurt. Is dit ook een echte subcultuur? Ja, dit is dat boek wat ik erover gemaakt heb. Ja, een nogal lijkend heel dik. Nou, dit is ook een subcultuur. Zou hier moeiteloos inpassen. Ja, jammer dat je dat toen nog niet wist. Maar dat... Nou, ik heb wel twee wielerverhalen erin geschreven. Ja. Maar vind je dit een subcultuur? Ja, ik vind dit wel een subcultuur. Ik ben ook wel een beetje geschrokken van wat ik vandaag Meen je dat zag. Nou? Ja, ik had het... Het begint dus onderaan die berg. Daar staat een slagboom. Ja. En daar reden we dan doorheen. En op een zeker moment sta je onderaan de berg staan een beetje gezinnen. Hebberige gezinnen, zoals vooral... hebben kunnen zien. En dan komt er een hele snelle reclamekaravaan. Die rijdt echt op die gezinnen in. Hè? Want die rijden 50, 60 kilometer per uur. En die gooien dan wasmachine, tablets, alles. Daar heeft mijn dochter ook de leven voor gewaagd. Ik ben de hele tijd ervoor gesprongen. Mensen zijn echt hebberig. Willen echt alles hebben als er maar een wielrenner op staat. Ook gewoon foto's van dinosaurussen. Maakt niet uit. Sleutelhangers, ja. Nou goed, dat heb je dan achter de rug. En dan ga je langzaam die berg op, want we reden omhoog. En dan halverwege heb je een soort kaal gedeelte. Er staan wat eenzamere mensen met campers. En Nederlanders die daar uitgebreid zitten te barbecuen, weet ik niet. Maar dan kom je hoger. En dan kom je tussen het slagmensen dat eigenlijk zelf wielrenner had willen zijn. En daar heb ik tussen gestaan. En ik vind dat ook wel een beetje... Het had ook iets tragisch. Ik dacht, ja, je ziet bijna niks van de race... Je ontvangt daar geen wifi, niks. Je weet helemaal niet wie er op kop ligt. Je wordt heel erg opgewonden als je vier haalspelbochten naar beneden zit te kijken wie eraan komt. En ja, je hebt geen idee wie eraan komt, ook de kenners niet. Als je het niet weet, weet je het niet. En die wordt dan toegeschreeuwd. Maar, en dat herhaalt zich een keer of 40, 50. Tot inderdaad die Toto-ploeg of Lotto, hoe heette ze, voorbij kwam schokken. En toen dacht ik, ja, is dit het dan? Weet je wel, je kunt veel beter, er zijn ook geen toiletten. Je kunt echt veel beter naar een voetbalwedstrijd gaan of gewoon op de tv. Het is echt een televisiesport. En ik snap nooit zo goed wat de romantiek is van het wielrennen. Ik dacht van ja, wat voor verhaal. Je hebt heel veel journalisten die schrijven heel graag over wielrennen. Maar ik denk dus dat er veel te veel wordt uitgezonden op televisie. Het moet veel minder, daar hadden wij het vooraf ook al over. Je moet de helft weglaten, dan kun je nog spannende wielerverhalen schrijven, maar dit is gewoon... Ik begrijp er al heel veel van je verhaal. Want ik snap de romantiek niet van de wielrenners, weet je wel. Er wordt iets van gemaakt van die mensen, alsof ze ook allemaal... Nou, jullie zijn ook allemaal ex-wielrenners. Rob Harmeling snapt die romantiek heel goed, denk ik. Ja, maar die snapt elke vorm van romantiek, want die heeft gewoon een hele positieve inborst. Maar niet iedere wielrenner is een groot denker, weet je wel. Dat hangt er een beetje... Maar is dat ook niet. Nee, maar dat straalt het wel een beetje uit, alsof het een soort goden zijn. Ik zie gewoon jongens die proberen een berg op te komen... Die worden omzoomd door mensen die niet in staat zijn om een berg op te komen. En later wel na de race met z'n allen die berg afgaan met hun hele... Maar jij zei, Danny, jij begreep het wel. Wat begrijp jij wel aan... Ja, ik begrijp dat wielrennen echt een televisiesport is. Want ik kijk het liefst wielrennen gewoon voor de televisie. Vandaag zo, puntje op mijn stoel. Ja. Mij zul je niet snel op zo'n berg zien staan. Dat doe ik niet. Want dat snap ik zelf ook niet. Nee, nou, jij hebt daar wel gestaan met je dochter. Ja. En daar was natuurlijk ook een camera bij. Ja. Kijk, daar komen ze straks aan, de wielrenners. En als de wielrenners weg zijn, mogen wij ook weg. Dus we moeten hier wachten op die wielrenners. En dan mogen we weg. Dan mogen we weg. Want ze doen nu een race. Ze doen nu een race. Ze zijn 200 kilometer geleden begonnen. En nu zitten we hier op ze te wachten. En dat kan natuurlijk wel even duren, want het is heel stijl. Ik ga kijken hoe ver de steentjes komen. Klaar, pas op. Oeps. Je gooit stenen naar die mensen. Sorry. Die doen liever geen stenen gooien naar andere wielerliefhebbers. Kijk eens wat daaraan komt, Luus. Dat is nou een Italiaanse clown. Ik ben deze reportage zo zat nu. Nou, we staan hier op een helling met allemaal, wat zijn dit voor mensen? Uren te wachten op wielrenners. Daar komt die. Bragiel heet die. Ik heb er nog nooit van gehoord. Bragiel. Hier hebben we uren op gewacht. Nou, en het was het waard.
Hoeveel renners moeten er nu nog? 140. Nog 140. Mijn dochter is nu in de auto gaan zitten. Ze vond het nu te veel. Ik snap het heel goed. Ja, Marcel, je hangt natuurlijk ook een beetje de cynicus uit. Je bent in het echt gewoon een hele lieve vader, zagen Zeker. Wij. En volgens mij, je vindt het toch stiekem ook wel een beetje leuk? Nou, ik vond het een hele leuke dag. En ik vond het leuk om dit samen te beleven, samen op reis te gaan naar Frankrijk. Maar ik vind het op zo'n berg, je moet... Ja, er wordt me ook de hele tijd gevraagd, wat maak je nu mee? Ja, het was heel weinig boven aan die berg. Want ik begrijp dus echt dat het de meest spectaculaire rit ooit was. Maar geniet je niet om naar de andere mensen te kijken? Geniet je niet van die immense, machtige natuur? Ik heb de afgelopen dagen, weet je, Dionne, met vier kameraden rondgefietst. En Wendemars, die heeft alle stadions ter wereld gezien. Ja, maar dat noem je er ook een. Ja, nee, maar dat is, maar, nee, maar luister, hè. Gewoon, we fietsen gewoon rustig in die beweging. En dan geniet je gewoon van die mensen die langs de kant staan. Een broodje kaas smaakt onderweg lekkerder dan een drie sterren restaurant eten. En het zijn juist de simpele dingen in het leven die, als je in beweging bent, die je gelukkig maken. En dat is de wielersport. Het level waar jij een pakje aan. Ja, nee, het level waar jij. En het virus heb je al lang in je domme, dat wil je niet toegeven. Nou, hou eens op. Ja, echt. Echt, je het level waar jij en Erwin op zitten, dat bereik ik echt nooit. Ik probeer echt heel positief. Ik heb genoten van de bergen. Nee, maar, prachtig meer. Inderdaad, brandende zon. Het was 38 graden, laten we dat ook niet vergeten. Je staat daar weg te branden op die berg. Maar het was heel leuk om een keer te zien. Alleen, je hebt totaal geen overzicht. En nee. In de auto werd mij verteld, nou, het is historisch. Maar waar heb je wel overzicht? Nou, in het voetbalstadion is er overzicht, hoor. Dan weet je wie ervoor staat. Ja, lekker. Daarom is de wielersport ook een spiegel van het leven. Je hebt geen overzicht. Ja. Ik onthoud wel gewoon. Ik vond het heel leuk om te zien. Dat onthoud ik gewoon. Heeft Marcel van Roosmalen echt gezegd. Zojuist. We gaan naar de dag van morgen.